Bij BNNVARA lijkt het momenteel een chaos, waar niet alleen Matthijs van Nieuwkerk onder vuur ligt, maar nu ook Theo Maassen in opspraak is. De vraag rijst nu of Astrid Joosten, de presentatrice van 2 voor 12, ook betrokken is bij enige vorm van wangedrag, gezien de recente onthullingen over wantoestanden in Hilversum. In een interview met Max Magazine geeft Astrid Joosten toe dat ze wel eens heeft nagedacht over haar eigen gedrag. Ze benadrukt echter dat ze zich nooit heeft misdragen. Ik denk dat ik me altijd normaal heb gedragen, ook al ben ik vroeger, toen ik onervaren en onzeker was, ook wel eens uit mijn slof geschoten. Volgens de 65-jarige presentatrice is er tegenwoordig absoluut geen sprake meer van dergelijk gedrag. Ze geeft aan dat met de jaren ervaring ze steeds rustiger en prettiger in de omgang is geworden. Ze begrijpt dan ook niet waarom er zulke wantoestanden waren bij programma's als DWDD. Astrid kan het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk niet plaatsen. Waarom zou je, als je bewezen succesvol bent, mensen op de kast jagen? Ik heb mensen in ieder geval nooit vernederd of uitgescholden. Om er zeker van te zijn heeft Astrid zelfs navraag gedaan bij de mensen waarmee ze al jaren samenwerkt. Voor de zekerheid heb ik wel gevraagd aan de mensen waarmee ik al jaren mee werk, zijn er dingen van mij die jullie minder prettig vinden? Maar dat was niet het geval. Er zijn ook nooit klachten over mij binnengekomen. Is Astrid dan misschien zelf slachtoffer geweest van ongewenst gedrag? Ze geeft aan dat ze in het begin van haar carrière weliswaar ongepaste grappen en insinuaties heeft meegemaakt, zoals valse beweringen dat ze intiem met iemand zou zijn geweest. Ze gaat niet in detail, maar beschrijft het als foutigheid, waar ik me overigens altijd heel goed staande bij wist te houden. Het waren vooral dingen die voorkomen bij jonge meiden. Ik ben nu geen prooi meer.